dat waren inderdaad de Jumping Jewels. Het is alweer 17 jaar geleden dat de groep werd opgericht. Ze traden vaak op met zanger Johnny Lyon, van Sofietje zal ik maar zeggen. Waardoor interne moeilijkheden werden de Jewels 5 jaar later alweer ontbonden. In tegenstelling tot Johnny Lyon is Rob de Nijs, die ontdekt werd op een talentenjacht in 62 in Amsterdam, nog steeds zeer actief. En dat is eigenlijk veel te zwak uitgedrukt. Want tussen het ritme van de regen en het werd zomer ligt toch wel een hele geschiedenis. Zachtjes stikt de regen op een zolderraam. Ritme van de eenzaamheid.